welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe Disney collectie testen van iHeartRevolution. En dat is de Little Mermaid collectie. Ik heb laatst de collectie van Aristocats getest en die video. Ja, het ging niet echt heel erg goed. De kwaliteit was niet echt top. Maar het was wel een hele super schattige collectie. En dat heeft mij ook benieuwd gemaakt naar de rest. En er zijn er echt een heleboel. En volgens mij is de Little Mermaid de nieuwste. Dus toen ik hem zag bij Bootje Shop heb ik hem gelijk besteld. Het is wel echt weer een mini collectie. Slechts 3 producten. Maar we gaan er gewoon iets moois van maken. Hopelijk. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit heel goed gaat zijn. Want het ziet er wel echt allemaal prachtig uit. Het is echt een prachtige collectie. Ik vind hem zelfs misschien nog wel mooier dan de Aristocats collectie. Dus ja, we gaan vandaag eventjes kijken of deze collectie je geld waard is. Niet dat het heel duur is, maar toch. Dus vind je deze video nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Fun fact, de naam van deze achtergronddoek die hier hangt is Zeemeerminschubben. Dus dat vond ik ideaal voor deze video. Daarom heb ik deze doek opgehangen. Oké, ik heb hem al helemaal opgemaakt. Zoals je kunt zien, mijn hele basis zeg maar is al gelegd. Want we hebben alleen maar een oogschaduwpaletje. Wat ook een beetje een gezichtspaletje is. We hebben een highlighter en we hebben een lipgloss. Dus we gaan beginnen met het gezichtspaletje. En kijk even deze verpakking. Is dit niet echt de meest mooie verpakking ever? I love the Little Mermaid. Ik heb deze film volgens mij echt 5 keer gezien of zo. Laat me beneden in de reacties weten of jullie deze film ook hebben gezien. Maar ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat iedereen deze film wel heeft gezien. Minimaal tenminste 1 keer. En ik vond het echt een fantastische film. Ik hou heel erg van een beetje fantasy dingen. Dus ik hou heel erg van Disney films. En dit vind ik echt een van de leukste Disney films. Ik wilde ook altijd rood haar hebben door haar en zo. Dus ja, echt super super leuk. Laten we even het paletje eruit halen. Het is een soort van boek. Dat vind ik echt heel leuk gedaan. Echt, ik heb echt niks aan te merken over deze verpakkingen. Echt super super leuk. Ze hebben echt aan elke detail gedacht. Gewoon. En dan als je het boek openmaakt is dit het paletje. Het is dus zowel een oogschaduwpaletje als een gezichtspaletje. En dan heb je hier dus aan de ene kant de oogschaduwkleurtjes en hier het gezichtspaletje. En dit zijn 3 matte blushes en 3 highlighters. Dus dit ga ik vandaag allemaal proberen. Ik vind het heel leuk dat er ook zo'n facepaletje bij zit. De kleuren zijn heftig. Het zijn best wel kleurrijke kleurtjes. Maar ik vind het ook wel een beetje random kleurtjes. Het is niet dat ik nou naar dit paletje kijk en denk ja, deze kleurcombinaties ga ik maken. Ik moet er echt een beetje over nadenken om te zien welke kleuren nou het mooist bij elkaar gaan passen. Het is een mix van matte en glanzende kleuren gewoon, dus dat is toppie. Maar ik vind de kleuren wel echt heel goed passen bij de Little Mermaid. Beetje van die blauwige zeeachtige kleurtjes, dus dat vind ik wel leuk. Dus dit paletje ga ik vandaag gebruiken. Ik ga denk ik een beetje een smoky halo eye look maken, dus we gaan eventjes inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met deze gele matte kleur, die heet Flounder. Die kleur ga ik aanbrengen met de 228 Sueva Fluffy Quast. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. En ik maak van die ronde bewegingen, want deze ooglook blijft een beetje zottig van rond. Ik heb al geprimed met concealer, dus dat hoef ik niet meer te doen. Dan pak ik deze groenige matte kleur, Seaweed. Alle kleurnamen hebben ook iets te maken met de zee en de Little Mermaid en zo, obvious. Nou pak ik een iets kleinere fluffy kwast van Zoeva. Dit is nummer 224 kwast. En dan ga ik het zo mooi inblenden met de gele kleur. Ik hoop dat het gewoon goed gaat blenden, want deze twee kleuren samen blenden is niet echt het makkelijkst. Dan ga ik in met deze blauwe glanzende kleur, die heet Ocean. Die kleur ga ik aanbrengen op mijn ooglid in de binnenste hoek en in de buitenste hoek. Ik maak ook mijn kwast weer een beetje nat met fixing spray. En dan druk ik het gewoon zo hierin op mijn ooglid. Oeh, er komt veel pigment vanaf. Dat is al toppie. En dan met een ronde bullet kwast. Deze is van Boozy Shop nummer UP27, waar niks op zit. Ga ik een beetje de randen zo blenden. Ik heb geen oogschaduw ermee opgepakt. Ik ga gewoon deze blauwe kleur zo een beetje blenden. Ik wil gewoon dat het zo'n hele mooie smoky look wordt. En niet van die harde lijnen heeft. Dus daarom ben ik nou de lijnen een beetje aan het uitblenden. En dan pak ik weer die kleine fluffy kwast waar nog een beetje groen op zit. Ik heb niet meer product gepakt. Dit is gewoon nog wat er op de kwast zit. En dan ga ik een beetje weer zo over die lijn om een beetje groen terug te brengen en het mooi in te blenden met die blauwe kleur. Dan pak ik deze hele lichte blauwe glanzende kleur, die heet Aquata. Die is echt super glanzend. Deze glanst meer dan deze andere blauwe kleur. En dan ga ik die kleur met mijn vinger gewoon zo in het midden aanbrengen. Wauw, deze kleur is echt super super glitterig. Echt heel erg mooi, zien we dit? Dan ga ik die kleuren ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik deze witte glanzende kleur, Dinkelhopper. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. En een heel klein beetje ook onder de wenkbrauwen met wat er gewoon nog op de kwast zit.
Nou jongens, dit is dan de ooglook. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt heel mooi. Die hele lichte blauwe glanzende kleur heeft echt een beetje de look gered. Ik mis een beetje van die groene en gele kleur. Die hadden gewoon niet genoeg pigment. Ik zie ook nou gewoon niet genoeg geel en groen. Het blauwe heeft het echt een beetje overgenomen. De glanzende kleuren zijn heel heftig, heel veel pigment, maar zijn wel een klein beetje stroefjes. Dus ja, het is uiteindelijk wel goed gegaan, maar het kost wel een beetje moeite. En de look is echt wel gered door deze middelskleur. Die is echt fantastisch, die lichte kleur. Dus I love it. Ik vind dit echt een zeemermin-achtige zee-look. Oké, nou ga ik even mijn ogen afmaken, mascara en al die dingen. En dan gaan we verder met het gezicht. Dan gaan we het gezichtgedeelte van dit paletje proberen. Oké, jongens, ik heb iets nieuws geprobeerd met mijn wimpers. Ik heb individuele wimpers opgedaan. Ik dacht, ja, ik heb nou mijn lash lift gedaan. Dus hele volledige wimpers opdoen is niet meer zo fijn. Dus ik dacht, ik plak gewoon wat extra individuele wimpers erbij. Om ze toch wel iets voller te maken. Wat vinden we ervan? Het was een beetje lastig, omdat ik dit soort dingen niet heel vaak gebruik. Maar ik vind dat het op zich best wel goed is gelukt. Dit zijn, by the way, gewoon individuele wimpers van Ardell. Oké, dan ga ik nou verder met het gezichtsgedeelte van dit paletje. Wat ik al op heb is bronzer, maar ik heb nog geen blush op en geen highlighter, dus ik ga deze gebruiken. Ik denk dat ik ga voor de meer beetje oranjeachtige blush en die heet Make a Splash. En de blushjes zijn allemaal mat, dat vind ik heel fijn. Nee, ik ga toch voor een andere blush. Ik denk dat ik een beetje ga voor deze licht roze blush. Die heet Part of Your World. Deze namen ze allemaal zo cute. Ik denk dat zo'n hele lichte roze kleur best wel cute gaat staan met mijn huidskleur. Ja, super cute dit. Oh, I love it. Kijk hoe mooi zo'n lichte roze soort van gloed op mijn wangen is. Het blendt ook gewoon goed. Het is niet te gepigmenteerd. Als iets niet te gepigmenteerd moet zijn, is het een blush. Want anders krijg je echt zo'n clown effect. Heel mooi roze, maar toch wel heel mooi subtiel. I love it. Dan ga ik in met een highlighter. Dit zijn de drie kleuren. Ik mis wel een beetje een highlighter kleur voor mijn huidskleur. Een beetje een medium gouden champagne kleur of zo. Dit is nou echt gewoon roze, roze en donker bronzy. Maar ik denk dat ik gewoon voor deze licht roze kleur ga. Die heet The Heart of the Sea. Oké, ja, dit gaat wel een beetje te licht zijn voor mij, jongens. Dan pak ik deze bronzy kleur. Die heet Under the Sea. En die breng ik een beetje hier aan voor een mooi beetje bronzy glowy effect. Oh, ik had roze op mijn vinger. En dan pak ik weer die lichte kleur The Heart of the Sea. En dan ga ik een beetje hier highlight aanbrengen op mijn neus. En dan zijn we in principe gewoon klaar. Ja, deze kleur is wel echt heel licht. Ik mis echt een beetje een kleur voor mijn huidskleur. Gewoon iedereen met een medium huidskleur heeft nou gewoon geen geschikte highlighter in het paletje. Misschien dat die bronzy kleur niet heel bronzy is onder de sea. Ik ga ze gewoon mixen, allebei die kleuren, de roze en de bronzy kleur. Oké, ik ga het gewoon hierbij laten, want ja, anders wordt het echt allemaal too much. Ik heb hier van de Little Mermaid collectie de lipgloss. Het is eigenlijk niet echt een lipgloss, het is een liptopper voor erop. En het ziet er echt prachtig uit. Het is een beetje zo holographic, een beetje zo wit-rozig. Heel erg mooi. Dit ziet er echt heel mooi en glitterig en heftig uit. En daar hou ik van. Maar het is dus een liptopper, dus het moet op iets. Dus ik ga eerst even een basis leggen. Ik ga dit NYX lippot loodje gebruiken in de kleur New Truffle. En dan kleur ik mijn lippen in met deze matte liquid lipstick van Pixi in de kleur Partial Nude. Ik ben gewoon allebei mijn fave lippot loodjes kwijt. Ik ben mijn Morphe Sweet Tea lippot loodje kwijtgeraakt. En ik ben mijn Nabla lip liner kwijt. In de kleur 3. Dus allebei mijn bruine nude lippotloodjes zijn weg. Echt super annoying. Jongens, ik ga mijn lippen toch inkleuren met een andere matte liquid lipstick. Deze is van Kylie Cosmetics in de kleur Candy K. Die is iets meer roze. Ik denk dat ik iets meer voor roze wil gaan. Dat is ook mooier met de blush en zo. Oké, en dan ga ik in met deze liptopper. Volgens mij gaat het echt super mooi zijn. Ja, kijk hoe mooi. Oké, ik moet zeggen, de liptopper ziet er echt prachtig uit. Alleen het voelt wel een beetje goedkoop aan. De formule voelt een beetje dunnig aan. En ook als je het uitblendt, dan blendt het een beetje weg. Dus je moet best wel veel laagjes aanbrengen om dat mooie glitterige holographic effect te houden. Dus ondanks dat het eindresultaat mooi is, kost het me wel veel moeite. Deze collectie heeft maar 3 producten. En toch heb ik het voor elkaar gekregen om 1 van de 3 gewoon te vergeten. Ik heb hier gewoon letterlijk een highlighter. Ik heb nou helemaal de highlighter van dit paletje lopen aanbrengen. Terwijl deze collectie ook gewoon een losse
highlighter heeft. Dus deze ga ik alsnog nog eventjes aanbrengen. Ik ben ook weer heel benieuwd hierna. De verpakking is weer echt prachtig. Alleen het is wel echt een super grote verpakking. Dit ding is echt heel erg groot. Dat is niet heel fijn met opbergen, want het neemt gelijk heel veel plek in beslag. En de kleur is eigenlijk ook niet echt mijn ding. Het is weer een beetje zo'n roze kleur. Ik moet echt een andere kleur hebben. Ze hadden ook maar één kleuroptie. Dus het is niet dat je drie kleuren had of zo. Vaak hebben merken zo drie kleuren. Dit is de kleur, zoals je kunt zien, ook weer best wel roze. Oké, dan ga ik deze highlighter gewoon even hier overheen aanbrengen. Weet je wat ik misschien gewoon ga doen? Is dat ik een beetje van die ik al op heb gebracht een beetje zo eraf haal met deze spons. Dan kunnen we toch iets beter zien hoe deze highlighter gaat zijn. Dan breng ik ook weer iets meer aan van de blush. Oké, dan ga ik nou deze highlighter aanbrengen. Oké, hier komt echt bijna niks van af. Meestal is de losse highlighter beter dan de highlighter in een paletje. Maar dit keer is het echt andersom. Ik vond die in het paletje echt beter. Deze zie je amper. Het is ook niet een mooie subtiele glow of zo. Het is gewoon geen glow. Het is gewoon echt alsof ik gewoon hier krijt op mijn gezicht aan het doen ben. Nee, dit is echt niet mooi. Oh my god. I don't like it. Oké, dan zijn we klaar jongens. Dit was de hele collectie. Oké, jongens, dat was het dan. Dit is de hele make-up look met de I Heart Revolution x Little Mermaid collectie. Hoe vonden we het gaan? Het ging niet echt heel erg goed. Het eindresultaat is op zich wel mooi, maar het kost wat moeite. Ik ga beginnen met dit paletje. Ga ik hem jullie aanraden? Ik neig toch meer naar nee dan naar ja. Dit lijkt qua kwaliteit heel veel op het Aristocats paletje. Ik denk dat het gewoon precies dezelfde formules zijn. De oogschaduwkleuren zijn heel erg mooi. Ik heb er echt een goed lookje mee kunnen maken, maar het kostte wat moeite. De kleuren zijn best wel stroef. De matte kleuren hebben niet heel veel pigment, dus het kost mij best wel veel moeite om tot hier te komen. De blushkant vind ik echt geweldig. Ik vind de blush echt super, super mooi. Gewoon genoeg pigment. Niet te heftig, niet te weinig. Blend gewoon lekker in. Maar dan ook weer de highlighters. Ik vind de formule niet fijn. Er is ook gewoon basically geen enkele kleur voor mijn huidskleur. Deze hele fel roze kleur. Ik denk dat die echt wordt gebruikt door echt niemand. Dus ja, er is gewoon iets te veel mis aan het paletje. De negatieve dingen overschaduwen echt alle positieve kanten. Dus ik raad hem jullie toch niet aan, ondanks dat ik hem wel heel erg mooi vind. Deze highlighter is echt super slecht. Daar kwam echt gewoon helemaal niks van af. Daar ga ik niet eens meer woorden aan vuil maken. En ik denk dat deze liptopper het beste is van vandaag. Ondanks dat hij een beetje cheapy aanvoelt. Ja, het is ook gewoon een betaalbare lipgloss. Wat verwacht je nou? Maar als je gewoon een aantal laagjes aanbrengt, geeft hij wel zo'n holographic effectje. Ondanks dat ik dit het beste product vind van de hele collectie, raad ik toch ook deze niet aan. Omdat ik gewoon weet dat er een heleboel andere holographic lipglosses zijn die ook betaalbaar zijn en gewoon echt beter zijn. Dus ja, naar mijn mening is deze collectie qua kwaliteit een heel klein beetje een flop. Maar ik moet wel zeggen, als je een fan bent van Disney en vooral van The Little Mermaid, het is wel heel leuk gewoon om te hebben als een collector's item. Dus dat wel, want het is allemaal echt super mooi. Maar er is echt heel veel aandacht besteed aan de verpakkingen, maar niet zoveel echt aan de kwaliteit en de formules. Laat me weten wat jullie van de collectie vonden en van deze make-up look. Ik vind het altijd heel leuk om met jullie te kletsen beneden in de reacties. En ik hoop gewoon dat jullie je een beetje hebben vermaakt, ondanks dat alles toch wel een klein beetje een flopje was. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!